Goedendag. Vandaag zijn we te gast bij Sas Adriaanses. Sas won de OVAM Eco Design Award 2009 in de categorie Product op de Markt. Zij won deze award voor een aantal opmerkelijke ecologische ontwerpen. Laat ons even gaan kijken. Dag Sas, goedendag. Welkom. Dank u. Dankjewel. Vertel eens Sas, hoe belangrijk is ecodesign voor u? Ecodesign is eigenlijk iets waar ik niet meer rond kan, vind ik. Mijn insteek is dat moest elke ontwerper nu ervoor zorgen dat zijn ontwerp ecologisch verantwoord is, of tenminste zo goed mogelijk cradle to cradle is. Ik moet alleen nog het verleden oplossen, wat er toen gebeurd is. Uit welke materialen zijn uw producten vervaardigd? Eigenlijk vertrekken wij vanuit de afvalberg. De petflessen, zoals iedereen die kent, in verschillende kleuren. En die worden dan gewassen en versnipperd. En dan krijg je eigenlijk dit soort snippers. Ik zal het eventjes tonen, dan weet je eigenlijk beter hoe het eruit gaat zien. En dan begint eigenlijk het proces waar wij mee gaan werken. We gaan die thermisch smelten tot vezels. En die vezels die gaan we eigenlijk verfilteren. Tot het filt dat je hier ziet. Dus wat eigenlijk ook wel heel erg tactiel is. En door de verfilte open cellenstructuur krijgen we ook een heel akoestische absorptie voor de algemene dagelijkse geluiden. En door de zachtheid of de dikte van het filt kan je ook daar prikbordtoepassingen op gaan doen. En zowel de zachtere textielen mee gaan maken of de hardere versies. Allemaal vanuit de petfles. Goeie oude recyclage, is het dat dan, ecodesign? Natuurlijk is het recyclage, maar het is een ver doorgedreven versie. Wij proberen eigenlijk al te vertrekken vanuit een gerecycleerd product en dat te upcyclen. Dus wij gaan niet puur recycleren van een petfles naar een petfles, maar wij gaan het afval van petfles, wat eigenlijk esthetisch niet mooi is, gaan upcyclen tot een heel mooi designproduct. En we proberen gedurende heel het productieproces, maar ook in de logistiek, in het transport enzovoort, heel die duurzaamheid door te trekken. Heeft het winnen van de Ecodesign Award Pro een positieve invloed gehad op jouw carrière? Ja, absoluut. Het is een absolute boost geweest ook. Het heeft een groot effect gehad op niet alleen de bekendheid, maar ook de geloofwaardigheid. En dan spreek ik niet alleen voor mezelf als designer, maar ook voor het producerend bedrijf, hè, voor Busy Space, Technospace zelf. Die hebben echt gevoeld dat er na die mediatisering van het OVAM Pro Award te winnen. Er wordt nu heel veel gehyped met het woord ecologie en duurzaamheid. En de mensen beginnen zo af en toe te zeggen van ja, ja, ze zullen wel zeggen dat ze groen zijn. Maar als het door een instantie zoals OVAM gescreend is, wordt dat ook veel meer naar waarde geschat. Wordt er geloofd dat dat een eerlijke screening is en dat wij daar niet meer over kunnen liegen. En dat voel je ook aan de vraag naar het product, naar de omzetstijging enzovoort. Mensen geloven echt dat dit product eerlijk is. Het is echt een heel, heel goede ervaring geweest. Maar los daarvan is het voor mezelf ook gewoon een heel goede ontdekking. Hoe langer, hoe meer ik ecologisch of duurzaam ontwerp, heb ontdekt dat ik mijn grenzen verleg. Heel dikwijls gaan designers of ontwerpers nog maar eens een stoel ontwerpen en dan moeten ze zien dat die anders en origineler is dan de vorige stoel. Maar in het gegeven van eco of duurzaamheid moet je eigenlijk je grenzen gaan verleggen en kijken wat er gebeurt in andere sectoren. Kruisbestuiving gaan doen over technieken, productieprocessen, mogelijkheden. En zien dat je er uiteindelijk geraakt, dat je het antwoord vindt op je vraag. En wat heeft de toekomst nog in petto? Van alles en nog wat natuurlijk. Maar voor mij is de volgende stap, is duurzaamheid nog hoger te tillen of ecologie en het groene denken nog hoger te tillen. Ik vind dat we nog die ene stap verder naar dat echelon van luxe en klasse uitstraling, dat we die nog kunnen maken, die stap, zonder dat zij dat gevoel van luxe uitstraling moeten inboeten. Dus dat is mijn nieuwe uitdaging. Dat lijkt mij een hele uitdaging. Dankjewel.